is weer tijd voor een hele nieuwe Fan Friday video. En vandaag ga ik je een aantal super toffe manieren laten zien waarop je slijm de school of klas in kunt smokkelen. Ik kan niet wachten om deze met jullie te delen, maar allereerst heb ik nog een like challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven, maar zorg er wel eventjes goed voor dat je om je heen kijkt, want niemand mag het zien. Dus is niemand aan het kijken? Niemand let op? Heel erg goed. Dan pas kun je op dat duimpje omhoog klikken. En vergeet daarbij ook zeker niet om ook nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier blijf je namelijk altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er dus never nooit meer eentje te missen. Hoe ontzettend tof is dat? En dan is het nu natuurlijk tijd voor het allereerste gedeelte uit deze video. Woehoe! Fanart! Misschien ben je er al van op de hoogte, maar in oktober ga ik op een tour. Echt zo ontzettend leuk. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. En daar zijn natuurlijk kaartjes voor beschikbaar. Nou, de Gold Meet & Greet kaartjes zijn allemaal al helemaal uitverkocht. Maar er zijn nog wel Red en Silver tickets beschikbaar. Silver zijn de gewone toegangskaartjes. En Red tickets zijn ook toegangskaartjes. Maar daar zit dan ook nog een goodie bag bij. Het belooft een enorm leuke show te worden. Ik ga natuurlijk al mijn singles zingen. Maar er komen ook nieuwe liedjes aan. Dat gaat heel erg binnenkort gebeuren. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Dus wil je erbij zijn, zorg er dan zeker voor dat je je kaartjes heel erg snel haalt voordat ze zijn uitverkocht. En een link daarvoor zet ik in de beschrijving hier onder deze video. En meer info over de tour en alle locaties en de kaartjes natuurlijk staat er ook allemaal in. Ik kan niet wachten om jullie daar allemaal te zien. En waar ik nog meer niet op kan wachten, is het volgende gedeelte uit deze video. Hoehoe! Sneaking slime into school. Op mijn kanaal maak ik een heleboel slijmvideo's en dat komt omdat het zo ontzettend verslavend is om het te maken en om ermee te spelen. Ik weet dat heel erg veel mensen het geweldig vinden en het liefst speel je natuurlijk de hele dag met slijm, maar je mag het helaas niet meenemen naar school. En daar komt deze video natuurlijk wel echt heel erg handig van pas. Want ik ga je een aantal manieren laten zien waarop je slijm de school in kan smokkelen. En zoals ik al zei, mag dit natuurlijk niet. Dus deze video is natuurlijk alleen maar bedoeld om te bekijken. En totaal niet om jullie ideetjes te geven om slijm de school in te smokkelen. Laten we beginnen met de allereerste hack. Hier heb ik een heel erg leuk notitieboekje. Zoals je kunt zien heeft hij natuurlijk een voorkant. En daarbij heeft hij ook allemaal verschillende soorten pagina's met streepjes erin, zodat je erin kunt schrijven. Nou, in principe niet zo'n heel erg bijzonder notitieboekje, behalve één dingetje. En dat is dit hier zo. Het is namelijk een plastic hoesje. Ta-ta-ta-ta. En het is voor deze hack echt heel erg belangrijk dat je op zoek gaat naar een agenda of een notitieboekje met zo'n hoesje. Want hierin kunnen we natuurlijk wat slijm verbergen. Speciaal hiervoor heb ik camouflage slijm gemaakt. Dus dat betekent dat ik slijm heb dat heel erg op de voorkant van dit schrift lijkt. En dat is dit geweldige grijs-zilveren glitterslijm. Het idee is natuurlijk echt heel erg simpel. Je maakt hem open en je stopt er vervolgens slijm in. Here we go. En ta-ta-ta-ta. Wow. Wow, het lijkt echt heel erg op de voorkant van het boekje. Dus dat is natuurlijk geweldig. Ik pak er nog wat meer bij. Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk slijm de klas binnen smokkelen. Dus here we go. We gaan het een klein beetje volume geven. Nou, dat ziet er allemaal nog best wel leuk en mooi uit. En ta-da-da-da. Ik heb natuurlijk geluk dat ik er eentje heb kunnen vinden met een ritsje. Maar mocht je dat niet hebben, dan kan je het ook gewoon dicht lijmen. Dit is dan gewoon het resultaat. En ja, hij is een beetje bubbly, maar je kan zoveel en zo weinig slijm eraan toevoegen als dat je zelf wilt. Als je leraar langsloopt, zou die never nooit denken dat hier dus gewoon slijm in zit. Het is voor ons natuurlijk wel duidelijk, want wij weten het. Maar als je het niet weet, heb je dus absoluut geen idee. En het geweldige hiervan is dat je er ook gewoon mee kunt spelen. Want je kan het hier gewoon een beetje indrukken. Je kan dus zonder dat je handen plakkerig of nat maakt, lekker met het slijm spelen. Of als je leraar niet kijkt, kan je deze gewoon eventjes snel openmaken. En er een klein beetje slijm uithalen. Zo. Oeh, niemand die kijkt. Ja! En nu kan je lekker met het slijm spelen. Oh, zo ontzettend fijn. Oh, 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 de leraar komt eraan. Alles snel eventjes terug het boekje in. Ritsje dicht. Zo. En niemand die het doorheeft. Yes, succes. Voordat ik doorga, moet ik nog eventjes één klein dingetje doen aan mijn droge lippen. Zo. Ah, een stuk beter.
Dit heeft niet alleen maar te maken met mijn droge lippen, maar juist ook met de volgende hack. Dit EOS lippenbalsembakje is natuurlijk perfect om je slijm in te verbergen, want niemand die er iets van zal merken. Nou, het eerste wat je nodig hebt is natuurlijk dit bakje en het liefst gebruik je er eentje die al flink gebruikt is. Je moet namelijk de lippenbalsem hiervan afhalen. Daarvoor gebruik ik een klein mesje. Doe er natuurlijk echt super voorzichtig mee, jongens, want ik wil niet dat je zelf pijn doet. Ik zet het mesje hieronder en zo. Ah, het gaat er super makkelijk af. Kijk nou. Tada! Dan kan je vervolgens nog een klein beetje eraan werken om zoveel mogelijk lippenbalsem weg te halen. In principe vind ik het wel goed zo. Maar zoals je kunt zien zit er nu een soort van stervormpje op. En dit wil ik weghalen. En daar heb je een klein industrieel schaartje voor nodig. Eentje waarmee je heel erg makkelijk plastic kunt knippen. Daar gaan we dan. Zo, ik zet hem hier op. En knip! Jas! En dat doe ik natuurlijk op elk van deze kleine pootjes van de ster. De laatste. Woehoe! Nou, hij is eruit. En dan haal ik nog eventjes al het laatste lippenbalsem eruit. En wat we nu kunnen gaan doen is hier slijm in stoppen. Want dit is natuurlijk wel echt het perfecte bakje. Hiervoor heb ik een hele prachtige doorzichtige blauwe glitterslijm. Ik pak er gewoon eventjes wat van af. En ik ga het er allemaal eventjes lekker in proppen. Zo. Nou, dat gaat echt super makkelijk. Want het is natuurlijk slijm. En ja, nou, ik vind eigenlijk dat het wel heel erg goed is. Dus het enige wat er nu nog te doen valt is het topje erop te stoppen. Zo. En nu ziet het er gewoon weer uit als een hele normale EOS lippenbalsem. Je kan het gewoon in je tas stoppen, mee naar school nemen. En als er helemaal niemand kijkt, zet je hem eventjes neer. Je maakt hem open. En ta-ta-ta-ta! We hebben slijm om mee te spelen. Hoe ontzettend geweldig is dit? Het is trouwens ook best wel makkelijk om alles er eventjes uit te halen. Om het gewoon eventjes zo lekker in je handen te hebben. Oeh, I love it! Voor deze hack heb je een bak vol met paperclips nodig. En een kleiner luchtdicht bakje. Deze hack is zo ontzettend simpel om te doen, maar het is wel echt een geniaal idee, al zeg ik het zelf. Dus ik ga je laten zien wat je hier allemaal voor moet doen. Pak allereerst gewoon eventjes een leeg bakje en hierin ga ik alle paperclips dumpen. Zo, woe. Vervolgens heb je natuurlijk dit kleine bakje en deze ga ik vullen met slijm. Hiervoor bedacht ik me dat het misschien wel leuk zou zijn om gele fluffy slijm toe te voegen. Ik pak hier een klein blopje van. Ik denk dat dit misschien zelfs een beetje te veel is en dat stop ik vervolgens in dit leuke bakje. Dan is het nu tijd om hier gewoon eventjes het dekseltje op te stoppen. Dus die doen we dicht. En dat stop ik vervolgens in het grotere bakje vol met de paperclips. Tenminste, die zit er nog niet in. Maar dat gaan we nu wel doen. Zo, alles er eventjes omheen en overheen. Ta-ta-ta-ta. Ik zorg ervoor dat de paperclips goed aan de zijkant komen te zitten. Want op deze manier kun je het bakje hier middenin niet zo meer zien. We stoppen nu het dekseltje erop en... Tada! We hebben hier een heel erg mooi bakje vol met paperclips en niks anders dat erin verstopt zit natuurlijk. Behalve slijm, maar ja, dat weet natuurlijk niemand. Dus, zit je nu in de klas en je hebt zin om lekker met slijm te spelen, kan je gewoon het dekseltje eraf halen. Eventjes op zoek naar je geheime bakje. Woe! En vervolgens kan je er eventjes lekker mee spelen. Oh, dit voelt echt zo ontzettend heerlijk en lekker fluffy aan. Ho, ho, ho. Helemaal geweldig. Jullie weten allemaal waarschijnlijk wel wat een klembord is. Het is een bord waarop je allemaal verschillende soorten papieren op kunt klemmen. Juist, dat kunnen natuurlijk belangrijke papieren zijn. Of hele saaie dingen, zoals bijvoorbeeld, jawel, huiswerk. Het leuke hiervan is dat je onder je huiswerk slijm kunt verbergen. Hoe is dat mogelijk, zul je misschien wel afvragen. Nou, dat komt omdat dit klembord een geheim vakje heeft. Het is namelijk geen bord, het is een opbergplaat. Kijk maar hoe ontzettend dik het is. Je moet eventjes gaan zoeken, misschien moet je hem online bestellen. Maar het is super handig, want deze is speciaal voor iedereen die extra verslaafd is aan slijm. Want hier zit natuurlijk echt ongelooflijk veel ruimte in. Omdat hier best wel veel in past, heb ik hier speciaal een hele grote slijm voor gemaakt. Vol met prachtige zilveren chunky glitters. We gaan deze maar gewoon eventjes meteen openmaken. Oh, kijk nou naar hoe ontzettend veel ruimte dat is. En dan pak ik het slijm erbij. En dat kan ik gewoon heel makkelijk hier zo in het klembord leggen. Even flink uitstrekken. Zo. Oh jongens, er past nog veel meer in. Woe, I love it. Ik denk dat ik alle slijm bijna wel gewoon kan gebruiken. Een beetje rekken en strekken en plat maken. Wat
Een prachtig gezicht. Wow, ik vind het zo ontzettend tof. Er zit echt super veel slijm in. En dit kunnen we allemaal gewoon verbergen in onze schoolspullen. Ik doe hem dicht en... Jawel hoor, hij is dichtgeklikt. En dat betekent dat we nu kunnen rondlopen met dit geweldige klembord vol met slijm. Op het eerste gezicht zie je dus allemaal verschillende soorten blaadjes met huiswerk erop. Maar draai hem om en kijk nou, je ziet de vulling erin zitten. We kunnen hem zo heel erg makkelijk openmaken en wow, hoe ontzettend tof is dit. Je kan lekker je vingers erin stoppen, gewoon eventjes heel snel en daarna kan je hem natuurlijk weer dicht doen. Of als je zeker weet dat de leraar wel eventjes een tijdje weg is uit de klas, kan je het gewoon allemaal er lekker uithalen en met zo'n hele grote mega blob met slijm spelen. En dat dus midden in de klas op school. Wow, lijkt bijna onmogelijk, maar het is te doen. Misschien ken je dit wel, het zijn namelijk hele kleine bakjes vol met allemaal verschillende soorten kleuren verf. Dit komt vaak met een soort van DIY kit. Het ziet er zo ontzettend gaaf en prachtig uit. En klein genoeg om in je etui te stoppen om er een kunstprojectje mee te doen. Het is dus in ieder geval iets wat je absoluut mee kunt nemen naar school. Ik denk dat je wel weet wat ik hier ongeveer mee ga doen. Dus ik ga allereerst eventjes al het verf hiervan eruit halen. Het enige wat we nu nog staan te doen is natuurlijk al deze bakjes te vullen met slijm. Dus hier heb ik een hele leuke pastelkleurige met allemaal verschillende soorten glittertjes erin. En die ga ik gewoon hier zo in stoppen. Zo, die stop ik hier zo in. Oh, nou kijk, het past precies. En huppakee, woe. Nou, prachtig. Oh, dit voelt zo ontzettend lekker aan. Wat een leuke kleurencombinatie. Ik hou ervan. Dan heb ik ook nog een mooi groen slijmpje. Deze gaat hier zo in. En als allerlaatste denk ik dat paars wel een mooie toevoeging is. Woehoe, dit ziet er zo ontzettend leuk en geweldig uit. Dus nu kunnen we alle dopjes eventjes lekker dicht doen. Zo, de laatste twee. En dan hebben we hier een heel erg geweldig rijtje vol met verf. Of eigenlijk vol met slijm. Het ziet er echt heel prachtig uit. En je zou van de buitenkant gewoon absoluut niet denken dat hier dus slijm in zit. Totdat je ze openmaakt. En dan kun je er gewoon eventjes lekker mee spelen. Zo, je kan het eventjes lekker voelen door je vinger erin te stoppen. Of als je wil, kan je natuurlijk ook gewoon het hele kleine mini slijmpje eruit halen om er nog eventjes mee te spelen en van te genieten. Oh. Voor deze laatste hack heb ik een doosje met waskrijtjes. Zoals je kunt zien is hier niet zo heel erg veel bijzonders aan. Ik zal hem zelfs eventjes openmaken en tadaa, er is natuurlijk echt gewoon helemaal niks mis mee. Of misschien toch wel. Het lijkt op het allereerste gezicht gewoon heel erg normaal, maar ik zal het je even laten zien. Ik moet hier zo de achterkant van openmaken. Ik zal ze er eventjes uitduwen. Ta-da-da-da. En... Wow! Meer dan de helft van de waskrijtjes is gewoon helemaal weg. Huh? Wat ik hiermee dus heb gedaan is, ik heb alle waskrijtjes eruit gehaald. En vervolgens heb ik ze allemaal tot aan hier gesneden. Deze vier krijtjes aan de uiteindes heb ik gewoon lang gehouden. En ze allemaal aan elkaar vastgeplakt. Misschien heb je nu wel zoiets van, Jamila, wat is er mis met jou? Waarom heb je dit in vredesnaam gedaan? Nou, dat ga ik je laten zien. Ik stop ze allemaal weer eventjes terug hier zo in het doosje. Zo. En dan ga ik je nu de achterkant laten zien. Zoals je kunt zien, is er een heel groot leeg plekje. En dat is natuurlijk helemaal perfect om slijm in te verbergen. Dus wat je hier verder nog voor nodig hebt is gewoon slijm natuurlijk en een klein plastic zakje. Ik pak er een stukje van en dat stop ik vervolgens hier zo in het zakje. Het moet niet al te groot zijn natuurlijk. Zodra ik dat heb gedaan maak ik het zakje dicht en dan hebben we hier nu gewoon een heel erg klein pakketje vol met slijm en dat gaan we verbergen in het Crayola doosje. En dan stop ik hier zo heel voorzichtig het slijm erin. Oh, het past helemaal precies. Dan maak ik hem dicht natuurlijk. En op deze manier zul je echt never nooit weten dat hier slijm in zit. Want ik ga het nog één keertje laten zien hier zo vanaf de bovenkant. Je kan het absoluut niet zien. Maar jij weet natuurlijk wel gewoon dat je slijm naar binnen hebt gesmokkeld. Dus wanneer je er ook maar zin in hebt, kan je gewoon de achterkant openmaken. Dan pak je je kleine zakje eruit. En vervolgens kan je deze uitrollen en er lekker mee spelen. Nou, ik vind het echt een hele geniale en leuke hack. En deze video was geweldig om te doen, jongens. Ik wens jullie heel erg veel succes met het niet uitvoeren van deze hacks natuurlijk, want het mag niet. En dan is het nu tijd voor het volgende gedeelte uit deze video. Haha, 20 second wrap out. Luca en Nina, Erim, Evie, Molly, Maudalina, Bo, Lotke, Gina, Amber, Dina, Katharina, Jelle, Verbeke, Tessa, Knutsel, Beauty, Erik, Tara, Ezra, Kolle, Solo, Mia, Stelot, Insaf, Sarah, Melda, Marielle, Kali, 111 en Jenna,
Merle Katz, Girly Maker en Helena Senna. Quinny Squad, Helena, Mia, Drama, Lama, Jana. Felice, Puk en Jade, Jasmina en Mariana. Woe, je hebt deze video helemaal tot aan het einde bekeken, want anders zou je dit gedeelte niet zien. En wil je nou ook heel erg graag in de rap-outs van volgende week komen, dan kan dat door er gewoon eventjes naar te vragen in de reacties hier onder deze video. Ik kijk heel erg uit naar jullie reacties en dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei!